Ja, en ondertussen zijn niemand minder dan Gary Hager en de enige echte Meryl Osmond van The Osmonds hier bij mij op de zetel komen zitten. Zij hebben samen een plaat gemaakt en daar komen we nu meer over te weten. Goedemiddag allebei. Welkom in DTV, Meryl. Thank you. I'm wonderful to be here. Thank nice you. Nice to meet you also. Ja. Yeah. Harry, ik zal misschien even met jou, Gary, ik zal misschien even met jou beginnen. Ja. Ik ben helemaal in de war met al dat Engels. Ja, jullie hebben samen een plaat gemaakt en die heet? Die heet Pure Glory. Pure Glory. Mm-hmm. Klinkt zo heel aankondigend en gewichtig. Wat voor een nummer is het? Wel, iets dat ze eigenlijk van, niet van Gary Hager zouden gaan verwachten. Het is een rocknummer eigenlijk. Een rocknummer? Geschreven door Meryl. Ja. Maar ik vind het een heel plezant thema hebben, Pure Glory. Ik denk dat er tegenwoordig genoeg miserie en alles in de wereld is om ook de mooie kant eens een keer te gaan laten zien. Ja. En dat wordt in dat nummer toch een beetje van omschreven, laten we zeggen. Oké. Okay. How did you guys meet? I mean, The Osmonds, Gary Hager, it's a strange combination. How did it happen? We did a benefit concert. Was it a year ago, or I think? Yes, a year ago. About a year ago. And we got to know each other, and we said then, we got to do something together someday. And yeah. So I wrote this little song, and I sent it to him, and I guess he liked it. So we recorded it, and we're having a blast. We're having a blast doing it. En is het ja, zowel in het Nederlands als in het Engels gezongen? Ja, dat was het idee dat ik had. U weet dat ik vorig jaar een cd heb uitgebracht, De Kracht van de Liefde. Dus Gary Hager ging terug de Nederlandse tour op. En vandaar dat ik het idee had om, als we samen tot het besluit kwamen om iets samen te gaan doen, van kijk, zing jij in het Engels en ik doe het in het Nederlands. Ja. Gaat dat klinken, dat weten we niet. We gaan het gewoon proberen. En tot ons verbazing klinkt het heel goed. Ja, so it's in Flemish and in English. Absolutely. We're going to confuse everybody. Yeah, I think so. I'm confused now, but wait until I hear the song. The next song we're going to do is Puppy Love. Yeah. Well, Feather will like that, I think. And Monster Love this time. Look at this one. She's killing it's it. It's a little monster. Yes, it's a little monster. Okay. One. We have beelden van de videoclip, van de making of the videoclip. We saw the making of. So we're going to look at that right now. Perfect. It's okay. Perfect. The making of van de clip. You glory. Het dartelt in mijn hoofd, mijn ogen gaan niet dicht. Ik zie de open poort, ik zie het helder licht. Mijn voeten in het zand, ik zoek steeds het beloofde land. Bots tegen onwil aan, maar blijf toch gaan. Pure glory. Ha, pure glory. Ja, de clip opgenomen hier in Antwerpen. De clip was taped, is it right? Here in Antwerp, recorded here in Antwerp. Yeah. How did you like it? Oh, it was fun. Yeah? They drove us up to this graffiti wall and they stuck us there. And it was good though. It was very good. It was very nice. Yeah. Very nice. Opgenomen aan het Muntplein. Ja, alles liep vlot tijdens het opnemen van de clip. Het liep heel vlot. En ik moet zeggen, de regisseur, want daar hangt het dan vanaf wat er uiteindelijk in beeld komt of hoe het uiteindelijk gemonteerd wordt ook. Die had volgens mij een prachtig scenario in zijn hoofd. Want ik vind het resultaat verbazingswekkend eigenlijk. Het ziet er heel goed uit. Veda, ken jij de Osmonds? Ja. Yeah. You remember us? Yes, I do. You had a little bit older than I look. Do you remember a song called Down by the Lazy River? Sing it for me. Down by the Lazy River, come as you please. Yeah. Wait, so yeah. That's a long time. That's very old. It's a long time ago, yeah. Actually, I even think that my father was a fan. Yeah. Could be. How about Love Me for a Reason? Let the reason be love. Yes, we know it. Het is nostalgisch, hè? En je had a lot of screaming girls writing, also. It's all writing from Meryl, hè? Eh? Meryl is the writer from all the songs. So how do you do it? You shake it out of your hand, the songs? I love writing music. I sleep at nights and I hear all these melodies. Oh, and I have a cassette player. I just start singing and all. Like, that's how I write. And they're all hits, so it's... they're not all hits, no. A lot of them are, a lot of them are. We gaan de websites gewoon even in beeld geven. Die komen nu in beeld. De website van Meryl Osmond en de website van Gary Hager. Daar kan je gewoon even naartoe sturen voor meer informatie. En dan gaan we eens
kijk naar de clip, hè. Let us take a look at the clip. Enjoy your stay in Belgium and thank you for coming. Thank you so much. De honden beginnen er al van te blaffen. We gaan eens kijken naar de clip. Gary, bedankt trouwens voor je komst, hè. Graag gedaan. En nog heel veel succes. Dank u wel. Climb a hill and right back down, looking for the city lights, those gates of white, pure glory, pure glory. Het dartelt in mijn hoofd, mijn ogen gaan niet dicht. Ik zie de open poort, ik zie het helder licht. Mijn voeten in het zand, ik zoek steeds het beloofde land. Bots tegen onwil aan, maar blijf toch gaan. Pure glory. Ha! Pure glory. By the shade I lay me down, resting right near the rushing sound. Waar de zee naar vrijheid smacht, verlies ik van de nacht. Blazing here from night till dawn with celestial heavenly songs. Was dit een enkele reis naar paradijs? Pure glory. Pure glory. That crested hill, when finally my soul is still. Het is weer een nieuwe dag, die ik plots leven mag. I'll drive right to his feet, and finally admit.